De kostuums worden gesorteerd, het geluid verdwijnt in een grote vrachtauto en op het terrein zelf wordt de entree ontmanteld en het licht uit de mast getakeld. Het zit erop, 25 maal de voorstelling Stork. Alles moet weg. Over 3 dagen, dat hopen we althans, dan is die helemaal leeg, dan zijn de tribunes weg, dan zijn de tenten weg. Dan is het decor ontmanteld en teruggebracht naar alle plekken waar het vandaan kwam. De grond is weg. En wij staan er alleen nog maar dan. Tijd compleet ontspoort als antwoord op onze vraag. 500 vrijwilligers die met elkaar gelachen, gehuild, gezopen, gedronken hebben. En jammer vinden dat het afgelopen is. En honderden professionals die geluid hebben gemaakt, die geacteerd hebben. Maar ook gekookt, van alles en nog wat. En ze zullen allemaal... jammer vinden dat het afgelopen is. Nu komt er een eind aan en ik moet zeggen, voor mij voelt het ook wel dubbel. Begin zag je, en dat merk ik ook aan mezelf, zo van nou, wat gaat het allemaal worden? En nu is het afscheid nemen. Volgende week is een gat. Een heel groot zwart gat. Producent Cornelissen had vooraf gerekend op zo'n 25.000 bezoekers. Het werden er maar, tussen haakjes, 22.000. Nee, het valt helemaal niet tegen. Het valt nooit tegen. Want die 22.000 mensen hebben een prachtige avond gehad. En die hebben allemaal gezegd, kijk bij alle sociale media maar na. Iedereen vond het prachtig. De landelijke pers was jubelend erover. En daar gaat het over. En wie de voorstelling heeft gemist, geen nood. RTVO zendt Stork later dit jaar uit op televisie.